Dames en heren, welkom op de persbabbel na de wedstrijd Waasland-Beveren tegen Eupen. Een wedstrijd die met 4-2 gewonnen is door Waasland-Beveren en meteen een hele mooie zaak doet. Bij ons de twee coaches, ik ben benieuwd wat zij te zeggen hebben. Meneer Ost, goedenavond, welkom op de Freetiel. Uw mening over de wedstrijd alsjeblieft. Ja, goedenavond iedereen. Voor mij Beveren heeft Waasland of Beveren, moet ik zeggen? Waasland-Beveren. Heeft voor mij de match perfect gedaan. Bij ons, position ballon, c'est pas gagné un match de football. Iedereen weet het. Maar we hebben 2-3 kansen eerste time. Maar Beveren, les 2-3 occasions, il les a marquées directement. Et ça a été une des grandes différences. Tweede time. Ja, balbezit, het is goed, het is mooi, maar on a eu quelques occasions. Un gardien a pris 2-3 balles extraordinaires, mais jouer du beau football par moment c'est bien, mais on a manqué de profondeur, on a manqué de sang-froid devant le goal. Mais voilà, c'était ça. Eupen heeft nu 0-6. Ja, wat betekent het voor de club? Betekent, alles is nog mogelijk, hè? Mathematiek, het is nog 4 matchen, 2 keren tegen Bergen, tegen Lommel en tegen Waasland. Gelooft u er nog in? Ja, als mathematiek is ingelooflijk, si c'est mathématiquement encore possible, j'y crois toujours. Mais le moral est quand même touché au niveau des joueurs, mais demain matin, 11h entraînement et on recommence. Oké, dankjewel Danny Ost voor uw reactie. Dirk Gerard, 4-2 in een verdiende overwinning. Ja, zeker op basis van de eerste helft. Ik vond onze de eerste helft bij momenten wel goed de ruimtes gebruiken tussen de linies. Er zat ook veel druk naar voren, we hadden veel hoesting. Het was ook ideaal om te spelen.
De grasmat lag perfect, veel volk, een ploeg die ook het moet hebben van voetbal. Komen ook heel mooi op voorsprong. Langs de andere kant, de keeper pakt bij ons ook een schitterende bal. Een hele moeilijke bal trouwens. Aan de rust weet je dat Eupen zal risico's nemen. Ik had al Paulissen verloren na 19 minuten met een blessure. Dat kwam een beetje ongelegen. Aan de rust moest ook Kerolesi binnenblijven, die toch heel sterk aan het spelen was. Dat kwam nog meer ongelegen. En we zijn niet goed uit de kleedkamer gekomen. We zijn veel te ver achteruit gekropen, terwijl dat helemaal niet de bedoeling was. We gingen te laag spelen, dan weten van vroeg of laat, en zeker met de techniciteit die in de ploeg zit van Eupen, want het zijn toch allemaal stuk voor stuk goede voetballers, die misschien wel een beetje gefrustreerd lopen op dit moment. Maar die het gevoel hadden van, ja, we zijn de wedstrijd van, onze, van de laatste kans, maar ik denk het niet. Als Eupen zo blijft verder voetballen, dan gaat er een van de volgende dagen verrassingen komen, want ze spelen echt wel goed voetbal. We moesten achteruit. We hebben een domme fout gemaakt, waarbij dat heel snel die aansluitingstreffer kwam. De tweede goal was ook te vermijden. Ik had willen ingrijpen voor een derde vervanging, maar ik kon niet. Van Uyl liep gekwetst. Ik kon het risico niet nemen. En gelukkig heb ik het niet gedaan. Want Tournu viel dan ook nog uit. Dus had ik heel vroeg een derde vervanging ingebracht, waar iedereen eigenlijk zat op te wachten. Zou dat fataal geweest zijn. Dus gelukkig heb ik eigenlijk geluisterd naar mijn verstand, maar voornamelijk naar de assistenttrainer, die zei van niet doen, want er lopen veel te veel jongens die op hun tandvlees zitten. En het gaat snel, Eupen op het niveau van eerste klasse, en dan merk je. Is het een ander niveau dan de ploegen waar we in tweede klasse tegen spelen? Ja, eerst en vooral komt al heel veel andere kwaliteiten tegen. Ten tweede, die ploeg heeft, is fysisch, ja, die drijven op eerste klasse. Voor ons is dat sowieso al een niveau dat we eigenlijk van verschieten. Het is maar een derde keer dit jaar dat we meteen een eerste klasse spelen, na Charleroi en Cercle Brugge. En dan ook de opeenvolging van de wedstrijden. En nu merk je duidelijk dat de combinatie van in de eindronde werken en spelen en trainen, dat dat aanleiding heeft tot blessures en tot kwetsuren. En nu is de ziekenboeg goed gevuld. Ik weet niet. Ik denk dat onze kinesisten en onze dokter gaan moeten toveren naar zondag toe. Maar dat kan wel in orde komen. Zondag komt Lommel United. Ja, hebben vandaag een zware pandoering gekregen. Ja, maar Mons, alleen moet ook zo zien. Hè. We hebben zondag tegen Mons gespeeld, die al op eerste klasseniveau aan het acteren was. En de tweede helft spelen wij weer tegen een ploeg op eerste klasseniveau. En wij zijn de vierde ploeg, denk ik, naar hiërarchie. Dus wij spelen al twee keer niet op ons niveau. Gelukkig spelen we op ons niveau, maar eigenlijk boven ons niveau, om een goed resultaat te kunnen houden. Dus dit is al fantastisch voor het geheel, dat wij ook die wedstrijd kunnen vrijwaren naar supporters toe. Dat er hier ook zondag weer volle bak gaat zijn. Ja, want iedereen moet gewoon de ploeg komen aanmoedigen. Ja, tuurlijk. Iedereen, ja. Wat, met welke ingesteldheid ga je die wedstrijd aanvangen? Ik vermoed dat je opnieuw voor een overwinning gaat, maar ga je het op eenzelfde manier aanpakken als vandaag? Maar op uw eerste vraag ga ik zeggen, van misschien een slogan zoals bij de kleintjes vroeger, van breng eens een vriendje mee. Of een vriendinnetje. En ten tweede, ja, aanpakken, dat zal weer een andere wedstrijd worden. Wij hebben een goed gevoel naar de wedstrijden toe tegen Lommel. Maar vandaag heb je gezien dat wij weten niet hoe Lommel hier zal tevoorschijn komen. Zijn zij ook aangeslagen? En wij hadden ook gehoopt van dat Eupen zou aangeslagen zijn na de nederlaag van afgelopen zondag. Maar in de tweede helft heb ik daar wel niks van gemerkt. Oké, we zullen zien zondag. Dirk Gerard, proficiat met de overwinning. Je wil quelque chose à Dirk. J'ai toujours de très bonnes relations avec les collègues. Et je trouve dire que c'est malheureux pour le match de Tubize. Et je tiens à pas me justifier ici, mais éclaircir les choses. Jamais dans ma carrière, j'ai dit à des joueurs de Tubize, tiens, blesser des joueurs ou mettre des cartes rouges. Jamais, ce n'est pas ma mentalité. Je n'ai pas voulu réagir par voie de presse. Et je voulais te le dire clairement, j'ai trop l'esprit sportif. Je ne suis pas toujours facile, mais j'ai très l'esprit sportif. En fin de match, quand Alex sort le ballon, c'est moi qui demande de sortir le ballon pour Alex.
jamais j'ai dit dire à mes joueurs à Tubis, parce que c'est pas ma mentalité, je joue au football et je voulais juste éclaircir ce point avec toi, et quand je dis les choses, c'est la vérité. Begrijp het alles? Ja, ik heb het zeer goed begrepen. Dirk, wil je nog iets op zeggen? Ja, ik heb altijd gezegd na de wedstrijd tegen Tubize dat Tubize te fel speelde en dat de aanwezigheid van de trainer van Eupen daarin zal een belangrijke rol gespeeld hebben. Ik heb nooit gezegd dat de trainer van Eupen bewust zou tegen zijn spelers gezegd hebben van je moet anderen blesseren. Alleen de gretigheid en de felheid door de aanwezigheid gaf bij Tubize een extra stimulans, omdat die jongens ook weten, volgend jaar moeten we ook met deze trainer werken, dus we willen ons absoluut tonen. En dat is de nuance, en ja, er is de ene is ontgoocheld en na een wedstrijd. En ik heb dat trouwens ook, want op de persconferentie, dat is waarschijnlijk het enige dat Danny gehoord heeft, maar ook op de lokale tv is er altijd gezegd geweest achteraf van de aanwezigheid zal bepalend geweest zijn, maar ik kan me niet inbeelden dat een trainer bewust een opdracht meegeeft. En bij deze wil ik mij daar ook voor verontschuldigen. Oké, blij dat dit uitgeklaard is. Dankjewel, dames en heren.